We hebben nog een cryptische kop voor Peter en Tigo. Het bos zien. Ben je een natuurmens? Ik hou wel heel erg van de natuur, ja. En hoe uit zich dat? Ik hou heel erg van frisbee. Ja. Van zwemmen. Je bent een hond. Kan ik jou... Langharig. Kan ik jou uitlaten na 9 uur? Ja, ja. Op een avondklok toch? Voor mij kom je ermee weg. Ja. Ga in die rol. Maar ik hou wel van buiten, ja. Ik zie het bos weinig de laatste tijd. Hoe ver gaat dat, jouw liefde voor de natuur? Vind ik ik ben niet een knuffelaar met bomen. Maar ik kan wel echt genieten van de natuur, ja. Ik kan echt genieten van een... Ik raak altijd in paniek. In de natuur? Ja, ik ben een keer meegenomen door mijn vrouw naar de Veluwe. En toen kreeg ik een soort hyperventilatieaanval. En moest ik liggen. In de natuur, wel. Heb ik even een uurtje gelegen. En wat? Met zo'n zilveren dekentje over me heen. En uiteindelijk ook in de ziekenhuizen terechtgekomen en zo. Maar dat is de natuur. Maar het is al een tijdje geleden. Maar daardoor ook wel een soort kleine Pavlov-reactie... iedere keer op heide en bos en dat soort dingen. Wauw. Ja. Nou ja, of is het... Ik las wel wat ik heel grappig vond. Is natuurlijk in Amsterdam, waar anders. Er komen windmolens. En daar zijn ze nu heel boos over. Dat vind ik wel Amsterdam ten top. Ik bedoel, daar verzinnen ze de groene initiatieven. Maar dat moet niet gebeuren in de buurt... Nee. Van de mensen die het verzinnen. Dat is niet de bedoeling. En weet je ook de argumenten? Nee. Het laagfrequente geluid, dat ging hun kinderen helemaal gek maken. Dus daarom komen ze niet in Eiburg, hoorde ik gisteren. Dus, ja. Wij doen ook niks met die energie. 80% verkopen aan het buitenland, dat is nog het ergste. Maar goed. Valt mee, hoor. Maar... Het voelt als hele rechtse milieupolitiek. En die buitenlanders gaan er weer vandoor. Maar het is een... Het bos zien gaat over een uit Japan overgewaaide rage. Ah. Het gaat over bosbaden. Baden, baden in het bos. Oh, zo. Ah, ja, dat je daar gaat liggen ook. Net als wat ik gedaan heb. Boomknuffelen. Jij was een trendsetter. Ik was een trendsetter dus. Ik was aan het heidebaden. Ik was aan het... Veluwebaden was ik. Ja. Hartslag, hè? Dekentje. Maar wat doen mensen? Die gaan aan zo'n tak schudden en op het regenwater en dan... Nee, ik zal het onthullen. Want we doen net alsof we gaan er weer over giechelen. Het is heel serieus. Het is overgewaaid uit Japan en populair tijdens deze lockdown. Het bosbad... Bosbaden is je op uiterst bewuste wijze door een natuurlijke omgeving bewegen. Om je heen kijken, ruiken, aanraken en met niets anders bezig zijn dan de geluiden en de geuren van het winterbos of park. Bosbaden is niet zweverig, maar wetenschappelijk onderbouwd, zegt een 38-jarige botbadgids. En blijkt uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek zelfs, dat kijken naar bomen direct stressverlagend werkt. Wat ook stressverlagend werkt, is een fles wijn opentrekken en in een echt bad gaan liggen. Toedeloe. Wanneer je tijdens het bosbaden in elkaar wordt geslagen, heet het een bosbadahari. Hoe is het met de punten? Een Zuid-Afrikaanse man treft 6 leeuwen aan op de veranda van zijn vader. Maar er kan nog van alles gebeuren, net als bij de punten. Het is 6-5. De derde ronde, 4 foto's op rij. 1 hoort er niet bij. Oftewel, wie is de Yvonne tussen de boerzoekvrouw-baby's? Voor beide 4 Insta-helden, Abdelkader Benali... Het hondje Bontjoek, Pacemakers en Tom Dumoulin. Ja, Tom Dumoulin, zo hoor, verhaal, hè? Tom Dumoulin die is erachter gekomen, wat wij eigenlijk al jaren weten... dat wielrennen echt best wel saai is. Toch? Nee, maar ik vond ook een grappige quote. Hij hangt zijn fiets aan de wilgen. Ik denk, doe hem gewoon op je standaard. Dat is een hele rare manier. Ja, zijn carrière gaat bergafwaarts. Ja. Dan kunnen we nog wel even door. Ja. Ja. Ik ben wel moedig dat hij dat gezegd heeft, toch? Ja. Heel. Ik was echt wielrenfan, heel lang. Echt de Tour de France maar elke dag. Wat is dat was een soort iets heel erg hypnotiserend, zo'n dag. Je ging daar, maar ik ben op een gegeven moment gekapt door de doping. Ik werd zo gek van het gelul dat 3 jaar na dato de nummer 9 is dan de nummer 3. Het is een soort, bij wielrennen hebben ze een soort absurd lang VAR-moment. Dat jaren later is opeens die is winnaar. Je hebt helemaal geen euforie meer, want je weet, dat zal er wel uitliggen. En dat vond ik zo stom. Ja. En ik erg me ook, en daarom heb ik echt respect voor hem. Dat gelul, dat gebruikt ze doping. De eerste denk ik, blijkbaar is het zo onmenselijk. Of maak het minder zwaar.
of laat het gewoon toe. Maar dan allemaal in die boekjes na afloop. Dan na je carrière in je biografie om je boekje te verkopen. Iedereen erbij naaien. Dan denk ik, heb een beetje een code. Weet je, bij het Nederlands elftal, we weten nooit wat echt in het zwembad is gebeurd. En allemaal, oh nee, die heeft ook, dat vind ik zo laf. We hebben echt, voor de uitzending hadden we het over hoe lang wij dit programma al doen. En dat jij al een keer in 2008 de gast bent. Dat weet jij nog, hè? Dat kan ik nog wel. Maar ik weet echt nog heel goed dat Thomas Dekker er ook was. Ja. Die zat naast mij en die was inderdaad, wat ik weet, is glashard aan het ontkennen. En ook echt wel een soort een mening over andere mensen die dan wel doping gebruiken. Dat kan ik me echt wel herinneren hoe wij daarin genaaid zijn eigenlijk. Ja, maar want je gaat hier ook niet hele rare ontboezemingen doen. Nee. Meestal. Nee, nooit meer in elk geval. Nee. Ik vind misschien nu we toch een beetje aan het geschiedschrijven zijn. Ja. Dus echt waar ook werd. Hoor. De laatste keer dat wij iemand uit Twente hier te gast hadden, dat was Ilse de Lange. Mm-hmm. En dat weet ik ook nog, want die ging toen zeggen: oh, het Songfestival, oh, dat vind ik zo stom, dat ga ik nooit doen. Nou, en ja, die heeft zich er ook lekker aan gehouden. Ja. Maar wat dat betreft. Maar gaat dit over wachten en pauzes? Dat hondje heeft mijn baas gewacht. Ja. Ja. In Turkije, na 6 dagen. En dan stoppen onder spanning. Dit is toch een pacemaker-ding? Ja, pacemaker. En die kan toch ook zomaar stoppen? En Abdelkader, die heeft zich teruggetrokken. Die zou de 4 mei lezing geven. 4 mei lezing geven. En die had, heeft 15 jaar geleden in een dronken bui vervelende dingen gezegd over Joden. De pacemakers... Blijft zitten. Die zijn teruggetrokken, want de iPhones... de iPhone 12, de nieuwste. Ja, die kan niet bij de pacemaker komen, want dan stopt hij. Wat ik altijd afvraag, hoe hebben ze dat ontdekt? Dat betekent dat er een paar mensen zijn geweest. Ja. En dan nog, dat duurt best wel lang. Want je ziet al een paar mensen met hun mobiel dood neergevallen. Dan ga je niet onmiddellijk denken, dat ligt aan de mobiel. En dat is natuurlijk ook, dat is typisch Apple. Dat werkt niet samen met andere apparaten. Dus dat is nu zelfs zo erg, dat zelfs de pacemakers... En die hebben ze... dat is denk ik uit de markt genomen. Ja. Nee, maar okay. Tot dan was het goed. Ja, ja. Wel goeie. En wie hoort er dan niet bij? Het hondje, want die bleef zitten. Ja. Ja, het hondje. Nou, het is wel... Ik pas tegenwoordig 1 keer per week op een puppy. Een beagle-puppy van een vriendin. Superleuk. Alleen, daar heb ik over nagedacht. Alleen door corona is er geen puppycursus. Dus wij krijgen niet over een jaar niet alleen heel veel kinderen met een leerachterstand... Maar ook heel veel puppies. Wij over een jaar hebben allemaal valse honden op straat. Dan krijgen we een hele nieuwe lockdown. Het is echt... Peter? Ik pas op een puppy. Hoe laat doe je dat? Na 9? Hoe laat het passen? Ja, na 9 uur zeker. Nee, wel gewoon de hele dag. Oh, oké. Okay. Je hebt dat beest voor die avondklok. Ik bedoel, ik hou van je, dat weet je. Je bent mijn vriend. Maar ik zou jou echt nooit een puppy... En ik geef je helemaal gelijk, het is een drama, maar zij is er dan even vanaf. Dat beest, ik heb het totaal ontmoet. Ja, maar jij doet daar experimenten mee, volgens mij ook. Als jij een puppy krijgt, dat gaat helemaal mis. Dit is wat er gebeurt. Wij zijn totaal gelijk. Die puppy, op een gegeven moment, 20 minuten word ik al gek. Gewoon, die kakt op het pakket. En ik begin dus gewoon, maar ik begin de hele te belonen voor slechte dag als hij maar stopt. Ik geef het avondeten in de middag. En alles, als hij bijt, hier, eet maar wat, dan stop je. Dus dan denkt hij, ik moet bijten om te eten. Dus dat is wat er nu aan de hand is. Dit is ook zo, als hij kakt, dan zei ze, ja, dan moet je hem snel naar buiten tillen. Terwijl ik woon 4 hoog, ik heb geen zin om elke keer... 4 etages naar beneden, het is het meest... Wat een zakker gewoon. Dit is bijna zoals de ouders omgaan met de railschoppen. Ja, vind het wel treurig. Peter Pannenkoek heeft het verloren van een puppy. Maar hij is wel heel lief. Het is echt, mijn hart, echt, het is geweldig. Mogen we ook weten hoe het puppytje heet? Toon. 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 Ja. 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 Adolf H. Zo noem ik hem, liefkozend. Dat hij daar ook op reageert. Het was helemaal goed. 3 van de 4 stopten er onverwachts mee. De schrijver Abdelkader Bernali trok zich terug voor de 4 mei-lezing... na ophef over antisemitische grappen die hij 10 jaar geleden in een dronken bui maakte. Volgens de schrijver was er bewust een hetze tegen hem gestart. Tom Dumoulin stopt onverwachts met wielrennen. Hij is het plezier kwijt en gaat zich bezinnen op de zin van zijn leven... en andere grote levensvragen. En pacemakers stoppen misschien als ze te dicht bij een iPhone 12 in de buurt komen... zo waarschuwde Apple... Het advies is om altijd 15 centimeter afstand tussen de pacemaker en de iPhone te houden. En het hondje Bontjoek hoort er niet bij. Ze wachtte een week lang elke dag van vroeg tot laat voor een Turks ziekenhuis... tot haar baasje hersteld was van een hersenbloeding en is dus een echte doorzetter. Nadat haar baasje hersteld was, knuffelden ze elkaar innig.
zo lief. Hé, hey, kijkertje. Bekijk je ons op YouTube? Dan weten wij in elk geval dat je op de Play zit. Eerst abonneren en dan pas afwegen, hè? Anders smeer je straks kak op je scherm. Duimpje. Arm uit.